Op de Chromebook is het mogelijk om Scratch aan te sluiten op de lege WeDo, maar daar heb je dan toch wel twee dingen voor nodig. Namelijk het programma S2Bot heb je daarvoor nodig. En niet Scratch 3 omgeving, maar de beta versie van Scratch. Nou, als je dat op elkaar hebt aangesloten, dan inderdaad zie je dat Scratch samenwerkt met Lego WeDo, maar anders niet. Zullen we nog eens even doen?